Zodra we mensen gaan bevoordelen op hun geslacht of fysieke kenmerken, voorzitter, dat is gewoon discriminatie. De grootste Nederlandse financier voor wetenschappelijk onderzoek, de NWO, gaat 1,3 miljoen uittrekken voor een nieuw onderzoeksprogramma. Advancing Equity in Academia Through Innovation. Een met belastinggeld gefinancierd programma dat zich onder andere richt op het implementeren van etniciteitsquota in de Nederlandse academische wereld. Nou, voorzitter, voor mij is dat een uiterst zorgelijke ontwikkeling. Want na 20 jaar in Zuid-Afrika te hebben gewoond en daarvan 10 jaar op twee verschillende universiteiten en te hebben gestudeerd en gewerkt, kunt u mij toch wel een ervaringsdeskundige noemen als het gaat om quota in de academische wereld. En helaas zijn die ervaringen niet zo positief. Want in Zuid-Afrika zijn quota in de academische wereld met absolute succes ingevoerd, maar ze hebben helaas desastreuze gevolgen voor de hele onderwijslinie. Dus ik wil deze ook graag met u delen, dus ook vooral als een waarschuwing. Want voorzitter, in 1996 emigreerde ik met mijn familie naar Zuid-Afrika, het post-apartheid Zuid-Afrika. Ik was 12 en begon net met de middelbare school. En al in mijn eerste week daar moest ik een formuliertje invullen samen met mijn andere klasgenootjes. En er waren vakjes voor blank, zwart, kleurling, Indiër, Chinees en overig. Het was de eerste keer dat ik mezelf moest identificeren als onderdeel van een ras. Een jongetje in de klas stak toen zijn hand op. Zijn moeder was kleurling en zijn vader Chinees. Dus hij wist niet wat hij moest invullen, voorzitter. Doe maar overig, zei de lerares. Kinderen van 12 jaar oud moesten zich opnieuw gaan identificeren op huidskleur. En werden hierdoor heel bewust gemaakt van het hokje waar ze toe behoorden. Nou, gaan we 5 jaar verder. In 2001 meldde ik me aan voor de universiteit en moest ik opnieuw mijn ras aanvinken. Maar na 5 jaar in Zuid-Afrika was dat gewoon normaal. Inmiddels waren rassenquoten voor academische staf in de wet vastgelegd. En een paar jaar later zouden rassenquoten ook voor studenten gaan gelden. Met verschillen in de toelatingseisen voor verschillende groepen. Ben je blank of Indiër en wil je medicijnen gaan studeren aan de University of Cape Town, dan moet je 78% halen voor je eindexamen. Ben je kleurling, dan hoef je 73% te halen. Ben je zwart, 59%. Ook andere universiteiten hanteren dergelijke criteria. Wij kunnen het ons in Nederland nauwelijks voorstellen, maar in Zuid-Afrika is dit de realiteit. En het is heel duidelijk dat quota niet gelijke kansen bevorderen, maar slechts gelijke uitkomsten. Om op de universiteit toegelaten te mogen worden, heb je in Zuid-Afrika nu voor 4 vakken tenminste een 5 nodig. Om voor het eindexamen te slagen is slechts een 3 als gemiddeld eindcijfer voldoende. Het verslechtert het onderwijs nu minder van leerlingen wordt verwacht. En in plaats van te investeren in beter onderwijs, de echte gelijkmaker, ligt de focus op de statistieken, voorzitter. Het leidt niet tot een zesjescultuur, maar tot een drietjescultuur. Ja, voorzitter, het is een race to the bottom. Met een interruptie van mevrouw Westerveld. Of uw microfoontje nog even uit te zetten. Ja, voorzitter, want ik vind het een interessant verhaal over hoe het in Zuid-Afrika gaat. Maar we hebben het hier natuurlijk ook over Nederlandse universiteiten. En ik vroeg me af wat dit nou met de concrete plannen hier te maken heeft. Ga u wel, mevrouw Kerstboom. Ja, voorzitter, ik mag misschien voor enig geduld pleiten bij mevrouw Westerveld. Want daar kom ik wel op in mijn betoog. Want dit is toch eigenlijk een les die we moeten leren als we het in Nederland over quota gaan hebben. Als er onderzoek is naar rassenquota en niet noodzakelijk over of die goed of slecht zijn, maar hoe we die gaan implementeren in Nederland. En zoals het onderzoek ook voorstelt, hoe we de weerstand daartegen gaan wegnemen. Dus ik wil gewoon mijn betoog gebruiken om als een waarschuwing te dienen dat we dit in dat gesprek gaan meenemen. Want dat dit gewoon alleen maar tot onderwijsverslechtering leidt en niet tot gelijke kansen in het onderwijs. Afsluitend mevrouw Westerveld en dan mevrouw Kersenbouw. Maar het is niet de stemmingsbel, dat scheelt. Ja, ik word er fijntjes op gewezen dat het de dinerbel is, maar gaat gewoon mevrouw Westerveld. Oké, voorzitter, na dit korte intermezzo over de bel, even een serieuze vraag weer. Want ik vroeg me af waar mevrouw Kersenboom dan in het plan van de minister ziet waar het idee is voor een rassenquota of het idee is om juist de kwaliteit of normen te verlagen.
Want wat ik zie is een onderbouwing waarom diversiteit en diverse teams gewoon bijdragen aan meer kwaliteit, aan zaken zien van meerdere kanten, aan beter begrip voor elkaar. Dat is volgens mij het doel van het plan. En niet zoals mevrouw Kersenboom het beschrijft, maar ik zie ook... Nee, ik hoor graag waar zij dat andere dan in leest. Ga u gaan. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is natuurlijk ook onderdeel van het Nationale Actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek. En de NWO was natuurlijk opgedragen door minister van Engelshoven om hier ook onderzoek na te gaan doen. En daaruit is een plan gekomen, ik had dat benoemd aan het begin van mijn betoog, over Advancing Equity in Academia Through Innovation. En daaronder zijn 4 onderzoeksprojecten geïdentificeerd. En daaronder is 1 daarvan het onderzoek over hoe gaan we etniciteitsquota implementeren in het Nederlands wetenschap. Wetenschappelijke instituten in het onderzoek. En daarom wil ik mij toch, als dat onderzoek, als die resultaten er eenmaal zijn, gaan we dat, neem ik aan, ook in deze Kamer bespreken. En ik ga nu alvast meegeven met een visie op de toekomst over hoe wij daaraan gaan vormgeven en daarom ook die waarschuwing daarbij. Vervolgt u betoog. Ja, dank u wel, voorzitter. Dan ga ik toch nog even verder, heel kort, over Zuid-Afrika. Want bij een van de medische universiteiten in Zuid-Afrika ligt nu een nieuw voorstel om financiering van masterstudenten, PhD-studenten en postdocs afhankelijk te maken van hun huidskleur. Ben je zwart, ontvang je straks meer geld dan een ander. Huidskleur en niet kennis, kunde, talent of hard werk zijn bepalend geworden voor een plekje op de universiteit of voor je salaris. Niet de meest geschikte kandidaat wordt uitgekozen met de meeste potentie om een goede onderzoeker, arts of ingenieur te worden, maar de kandidaat met het juiste kleurtje. Voorzitter, het is racisme puur zang. U kunt zich dus mijn verbazing wel voorstellen over de 4 onderzoeksprojecten uit het nieuwe onderzoeksprogramma van de NWO. Ja. Meneer De Hoop. Voorzitter, ik heb hier toch wel een beetje moeite mee. Omdat sowieso als je het over deze onderwerpen hebt en je hebt het dan over Zuid-Afrika, maakt het al best wel gevoelig. En om dan dit racisme puur zang te plakken aan een agenda die hierin zit met betrekking tot de NWO, daar insinueer je, vind ik, wel dingen mee. En daar heb ik gewoon moeite mee. Dus nou ja, ik zou mevrouw Kersenboom willen vragen om tot de orde van dit debat te gaan, want ik vind dit wel vrij ingewikkeld. Ja, voorzitter, het idee dat dit mensen ongemakkelijk maakt, ik denk dat het juist het punt is van mijn betoog. Is dat als we het over quota gaan hebben in het onderwijs en in onze wetenschappelijk beleid, dat dit ons heel ongemakkelijk maakt, want het is racisme. Zodra we mensen gaan bevoordelen op hun geslacht of fysieke kenmerken, voorzitter, dat is gewoon discriminatie. En het moet ons ongemakkelijk laten voelen. Mevrouw van der Laan. Ja, dank u wel, voorzitter. Maar wat wil mevrouw Kersenboom nu? Dat het onderzoek van NWO stopt? Of dat er censuur vanuit de Tweede Kamer komt? Wat wil Forum? Mevrouw Kersenboom. Nee, voorzitter. Ik ben een groot voorstander dat iedereen mag onderzoeken wat hij of zij wil onderzoeken. En ik denk dat het ook belangrijk is. Maar zoals ik zei aan het begin van mijn betoog, als we dit gaan bespreken, en ik ben ook heel benieuwd wat de minister hiervan vindt, van deze onderzoeken en of hoe hij daarin staat, ik wil dat het als een waarschuwing gaat fungeren. Vervolgt u het ook, mevrouw Kersenboom. Ja. Nou, dus ik was heel erg verbaasd. En met name over het project Quota's voor de inclusie van geracialiseerde Nederlandse wetenschappers. Dit project stelt namelijk, en ik ga dat citeren, geracialiseerd academisch personeel is buitengesloten in de Nederlandse academische wereld, vooral in vaste functies. Verplichte quota voor deze specifieke groep zijn daarom onmisbaar, zoals wetenschappelijk is aangetoond in andere contexten. Ons project zal de bouwstenen vormen voor de grootschalige implementatie van deze quota, door 1. Een ondersteunend netwerk voor geracialiseerd personeel op te zetten. 2. Inzicht te verkrijgen in de succesvolle implementatie van quota in andere contexten en de weerstand hiertegen in Nederland. En 3. Deze inzichten toepassen op de Nederlandse context. Einde citaat. Nou, voorzitter, de eerste stappen naar het normaliseren van het idee van quota zijn in Nederland al gezet. En nu wordt het instrument ook noodzakelijk voor de academische wereld geacht. In mijn betoog heb ik de gevolgen van deze quota laten zien. En natuurlijk is het onderzoeksprogramma van de NWO niet 1-op-1 vergelijkbaar met Zuid-Afrika. Maar de dramatische situatie daar laat wel zien waar ras en quota logischerwijs op uitdraaien. En met hun focus op cijfertjes en niet over gelijke kansen. Nou, voorzitter, is dit waar de minister, zelf een gerenommeerd wetenschapper, wil dat Nederland naartoe beweegt? Is hij ook van mening dat verplichte quota voor geracialiseerd academisch personeel onmisbaar is in Nederland?
En zo ja, wanneer zou de implementatie van die quota in zijn ogen zijn geslaagd? Vreest de minister niet dat we op dezelfde race to the bottom afstevenen? Graag een reactie, voorzitter. Nou, tot conclusie. Goed onderwijs is gewoon een van de pijlers die iedereen een kans geeft het beste uit zichzelf te halen, ongeacht huidskleur, gender of andere persoonskenmerken. Dus laten we blijven focussen op de kwaliteit van onze universiteiten, op het werven van talent, op een diversiteit van ideeën. Laten we niet streven naar het juiste kleurtje op de juiste plaats, maar laten we voor echte rechtvaardigheid gaan en dat is de juiste persoon op de juiste plaats. Dank u wel, voorzitter.